Morgen allemaal. Ja. Ik mag mooie dingen doen. Ik geniet echt enorm. En dat is ook dankzij jullie, omdat ik zo'n fantastische thuisbasis heb. En het mooie is dat het wel lijkt of ik steeds dieper die kerk in mag gaan. Dus ik mentor al heel lang de charismatische evangelische leider, zeg maar, hè, daar, uit dat gebied. Maar de afgelopen jaren zijn de baptistenpredikanten bijgekomen. En nu komen er, zeg maar, de gereformeerden. En zelfs bonders die komen naar me toe en vragen me, Jan, wil je me mentoren? Dat is een bijzonder voorrecht. Maar goed, ik vraag nooit geld daarvoor, dus ik investeer in dat soort levens, omdat ik voel dat ik dat moet doen. Maar ik moet wel soms van alles organiseren. Ik wil ook huwelijksweekenden organiseren voor leiders, echtparen. En die kunnen niet naar een gewone huwelijksconferentie. Dan voel je toch niet helemaal veilig als leider. Dus ik wil speciaal voor dat soort mensen dat soort dingen doen. Ik wil een soort familieconferentie gaan organiseren voor al die leiders. Dus prachtig mooi om te doen. En weet je, het feit dat deze gemeente gewoon zoveel in mij investeert, geeft mij de ruimte en de vrijheid om dat te doen. Dus ik ben jullie ongelooflijk dankbaar. Ik vind het ook heerlijk om thuis te zijn. Dat is echt zo. Dit is echt mijn thuis. Dus hoe meer ik in het land ben, hoe meer ik waardeer, zeg maar, de gemeente waar ik toe behoren, waar ik uit vandaan kom. Dat heeft Piet ook. Hè. Piet zit hier ook vanochtend. Piet kan het beamen. Dit is gewoon een heerlijk thuis voor ons soort mensen. En de afgelopen tijd heb ik het wel een beetje ingewikkeld gevonden als ik hierheen reed met die opgravingen. Wie nog meer? Wie heeft dat lastig gevonden? Dus de opgravingen, die hele verbouwing. Een toestand, hè? Hoe lang duurt het nu al? Wanneer zijn ze klaar? Maar het grappige is dat bij die bezigheden, daar hebben ze af en toe dingen gevonden. Hè? Wist u dat? Hele bijzondere dingen. Artikel in de krant gestaan. En ze hebben een soort boomput, een boomhoutput hebben ze gevonden. Van prehistorische tijd. En een aardepot en nog wat dingen. En die vonden ze bij die opgravingen. Dat gebeurde natuurlijk regelmatig eigenlijk. In 1968 is er ook een keer iets opgegraven. En waar opgraving ergens in Amerika, waar de mensen waren daar bezig. En op een bepaald moment vonden ze, zeg maar, een hele oude ketting. En ze hebben berekend dat die ketting zo'n 600 jaar oud was. 600 jaar oud. Het was een speciale ketting. De ketting was gemaakt van zaden. En de wetenschapper, zeg maar, die archeoloog die dat vond het ongelooflijk interessant. En toen had hij het lumineuze idee, denk ik zelf, om een aantal van die zaden uit die ketting te nemen en in de grond te planten. En wat bleek? Zeg maar, de potentie van leven die er zat in die zaden, die was daar nog steeds. Na 600 jaar sluimeren, 600 jaar was er niets mee gebeurd. En het werd in de grond gestopt, het werd bevloeid en daar kwam uiteindelijk een plant uit, kwam vrucht uit. Ongelooflijk wat die wetenschapper, zeg maar, meemaakte uiteindelijk. Maar als hij hem niet in de grond had gedaan, ik hoop dat je dat begrijpt, was dat niet gebeurd. Dan had hij nog steeds alleen maar dat zaadje geweest. Hij moest wel uiteindelijk de grond inkomen. Er moesten wel condities geschapen worden. Goed, we gaan met elkaar een stukje lezen. Gewoon een leuk verhaal. Ik vond het wel leuk. Jullie ook? Lucas hoofdstuk 2. Ik hou van leuke verhalen. Ik ga een lang stuk Bijbel lezen. Even tegen je buurman zeggen, niet in slaap vallen. Oké, Jan is niet saai. En anders schreeuw ik wel. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt in overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Vader, dank u wel voor uw woord, Heer, voor dit prachtige mooie Bijbelgedeelte. Heer, waar ik vanochtend uit mag preken. Heer, maar het zal dood zijn als uw geest geen leven brengt. Heilige Geest, wilt u komen, leven inblazen, omdat het woord zijn doel zal bereiken. Dat bid ik zo in Jezus' naam. Zo'n 600 jaar daarvoor, opnieuw 600. Ik heb net een verhaal verteld over 600 jaar. Nou, 600 jaar voor deze gebeurtenis zijn er allerlei profetieën geweest over Israël. Hey Marijk, was jij er ook? Ben je net binnengekomen?
Nu pas. Niet te geloven. 600 jaar daarvoor. Geweldige profetieën, door profeten, beloften uitgesproken. Dat was in een tijd dat Israël overvallen werd door de Babyloniërs. En die Babyloniërs, die hebben Jeruzalem verwoest, die hebben de tempel verwoest. En die hebben toen vele Israëlieten hebben ze meegenomen in ballingschap naar Babylonië. En in die tijd, dus 600 jaar voor de gebeurtenis wat ik net gelezen heb, klonken er beloften, profetieën van Jeremia, van Jesaja, van Ezechiël en van de kleinere profeten. En die spraken over een dag, die spraken over een tijd, die spraken over een moment dat God opnieuw zou terugkeren. Ja, dat de Messias zou komen, dat de belofte, zeg maar, het koninkrijk zou gecreëerd worden uiteindelijk. Dus er was nog steeds heel duidelijk een stukje hoop, een stukje verlangen. Nou, die prachtige belofte die de profeet had uitgesproken, die kwamen niet uit. Die kwamen niet uit. Tevergeefs wachten en wachten en wachten de Israëlieten op de vervulling van deze prachtige belofte. Die werden gegeven, maar die kwamen maar niet uit. Integendeel, het werd voor Israël gewoon eigenlijk van erger tot erger. Want na deze Babylonische overheersing die heel lang heeft geduurd, ja, kwam er een andere overheersing. Ja, dit was 600 jaar voor Christus, 500 jaar voor Christus, vielen de Persen Israël binnen en werd Israël eigendom van de Persen. Weer een eeuw later viel Alexander de Grote viel binnen en kwamen de Israël zeg maar onder de heerschappij van Alexander de Grote. Weer een eeuw later kwamen de Grieken. Ja, ik heb een dochter die is historicus, vandaar dat ik dit allemaal weet. Maar, kwamen de Grieken daar binnenvallen. En opnieuw werd uiteindelijk Israël onderdrukt. En uiteindelijk in 63 voor Christus kwamen de Romeinen. En de Romeinen overheersten op dat moment Israël. En dat speelt in deze tijd waarin we het schriftgedeelte met elkaar hebben gelezen. En al die tijden van al die zeg maar overheersers waren tijden van onderdrukking. Waren tijden van dat het volk Israël in armoede moest leven. En niets zag van de vervulling van die belofte. Kun je je voorstellen dat na al die jaren van uitzien, van bidden voor de verlossing. Dat het volk van Israël een beetje moe is geworden. En dat er eigenlijk geen hoop meer was. Nou, die was er wel, maar bij maar hele enkele mensen. Maar bij de meeste mensen was die hoop, zeg maar, was gedoofd. Die was niet meer aanwezig. Maar de potentie van het zaad van de profetieën, dat 600 jaar daarvoor, zeg maar, was ontstaan en was gekomen, die belofte, die was daar nog steeds. Die belofte, die was daar nog steeds. En dan gebeurt het. In die uitzichtloze, donkere periode is er een jong tienermeisje. Heel eenvoudig. En het meisje wordt bezocht door een engel van de Heer. Dat moet een geweldig moment geweest zijn. Maria, je kent het verhaal, wordt bezocht door een engel. En die engel die brengt haar de boodschap, joh, die profetieën die ooit geklonken hebben, zoveel jaren daarvoor, ja, die profetieën, 600 jaar daarvoor, die gaan nu uitkomen. Die gaan vervuld worden. En jij bent een instrument in Gods hand. Jij gaat geboorte geven aan die beloofde Messias. Jij gaat geboorte geven aan de koning die uiteindelijk hier in Israël zal heersen. En dat werd geopenbaard aan Maria. Nou, uiteindelijk, dat weten we, Jezus wordt geboren. En dan 40 dagen na de geboorte gaat Jezus met zijn ouders, Maria en Jozef, brengen hem naar de tempel. Om verschillende redenen. Het was 40 dagen zeg maar na de geboorte. Een vrouw was na de geboorte van een zoon 40 dagen onrein. Na de geboorte van een meisje volgens mij 60 dagen. Ik weet niet waarom het verschil er is, maar ze was 40 dagen onrein. En dan gingen ze naar de tempel om offers te brengen voor reiniging. En ook om het kind op te dragen aan God. En dat is het moment wat ik net gelezen heb. En dan verschijnt er opeens deze aparte man, die maar één keer genoemd wordt, deze Simeon. En die neemt het babytje Jezus in zijn handen en die begint dingen over hem uit te spreken. Prachtig mooi, prachtig mooi. Die zegt eigenlijk, joh, het zaad wat gesluimerd heeft, ja, dat is nu uiteindelijk gekomen. En de potentie zit er nog steeds in van al die geweldige beloftes die God heeft gegeven. En die ontwikkeling, die groei, die gaat nu komen uiteindelijk. Nou, de naam van Simeon vind ik ongelooflijk mooi. Echt. Die is niet zomaar gegeven door zijn ouders. De naam van Simeon betekent letterlijk, hij verhoort. Vind ik zo mooi. Dus in die donkere tijd kregen zijn ouders, er staat niet bij hoe oud Simeon was. Ze vermoeden toch wel een jaar of 70, 80 dat een oude man was. Ja, dus 80 jaar daarvoor, in een tijd van onderdrukking, en wat ze hebben meegemaakt.
werd er een kind geboren en ze hadden de moed om dat kind te noemen, maar hij verhoort. Met andere woorden, zijn beloftes komen uit. De gebeden die we hebben opgezonden om die Messias te zenden, die zullen uitkomen. Dus iedere keer als ze Simeon roepen, hielden ze de verwachting en de hoop hielden ze gaande. Simeon, riepen ze dan. Hij verhoort, riepen ze. Ja? En overal klonk het, God verhoort. Hij zal komen, zijn koninkrijk zal uiteindelijk op aarde komen. In die context moet je het even zo zien. Prachtige naam. Hij verhoort. Nou, deze Simeon had ergens in zijn leven, we weten niet wanneer, we weten niet hoe, of hij een droom heeft gekregen, of hij een bezoek van een engel heeft gehad, of dat er een profeet nog ergens rondliep over hem geprofeteerd heeft. Dat wordt niet genoemd, maar we weten één ding. Hij heeft een openbaring gehad. Dan komt het. Het was hem, ik lees het opnieuw voor, door de Heilige Geest geopenbaard, dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Wow, hij had een belofte gekregen. En we zullen zien met elkaar dat dat zaad wat in hem gekomen was, dat hield hij levend. Dat hield hij levend. God had gesproken, weet je, en hij leefde ernaar dat die belofte van God in zijn leven vervuld uiteindelijk zou worden. En dat ziet hij dan ook gebeuren. En dan zegt het in vers 29 en 30, wat ik nog een keer lees, nu in de boekvertaling vind ik eigenlijk mooier. Dan zegt hij, Heere, juichte hij, het wachten is voorbij. Wauw. Het uitzien naar is voorbij. We leven nu in de tijd, zegt hij, dat het gebeurt. Ik zie het voor mijn ogen gebeuren. Niet meer wachten, niet meer verwachtingsvol uitzien. Nee, nu zie ik het gebeuren. Ik sta aan de rand van iets bijzonders. Dat is wat Simeon daar eigenlijk zegt, juicht, het wachten is voorbij, nu ben ik gerust, u hebt uw woord gehouden, halleluja, Heer, uw beloften zijn uitgekomen, mijn eigen ogen heb ik nu de redder gezien, nog als een baby, hij zegt, het is voldoende voor mij, zegt hij, ik heb nog maar dit gezien van wat er komen zou, hij zegt, het is genoeg, nu mag u me halen, u heeft uw belofte waargemaakt, ja, hij heeft misschien langer geleefd en misschien van alles nog meegemaakt, dat weet ik niet. Maar dat was voor hem al genoeg uiteindelijk. Simeon zag Gods belofte voor zijn leven in vervulling gaan. Wij hebben allemaal beloftes op ons leven. Amen. Niemand hier uitgezonden. Echt, niemand die hier zit heeft geen belofte van God. Je weet ze misschien niet, maar je hebt wel belofte van God, heb je duidelijk ontvangen. Velen van jullie weten beloften. Je hebt profetie, je hebt woorden gehad. God heeft dingen tot je gesproken. Heeft een stuk plan voor je leven bekendgemaakt. Een stuk bestemming bekendgemaakt. Maar er zijn niet alleen beloftes over ons persoonlijk leven. God geeft ook beloftes over kerken. Halleluja. En er liggen beloftes op deze kerk. Wist u dat? Die liggen er al heel lang. Die zijn door God uitgesproken. Door profetieën zijn ze uitgesproken. En er zijn momenten in ons leven geweest dat we dachten, nu is die tijd aanstaande. Ik weet nog goed dat ik hier voorhanger was en een paar jaar Daniel Renger kwam erbij. En we hadden toen geweldige momenten. Er kwamen profeten hier binnen en die spraken wat Walfried zei over een grote apostolische gemeente. Het zaad werd gezaaid. We ontvingen een belofte van God. En we hebben een plan geschreven. En de oudsten die zijn, ik weet niet of er nog Ben en anderen of wie het nog zijn. Weet je, die weten dat misschien nog. We hebben toen een geweldig plan geschreven. En Daniel deed dat. Nou, Daniel, ik kon het als geen ander. En allemaal onderbouwd met al die woorden, al die profetieën en een visie met elkaar ontwikkeld over een grote apostolische gemeente. En we hebben best hele mooie dingen gezien met elkaar. Maar ik heb niet gezien dat die belofte die God toen gaf vervuld is. Maar ik geloof dat het zaad steeds gesluimerd heeft. En dat het nu de tijd is. Amen. Daar ben ik opgewonden over. Het is nu de tijd, jongens. Wij zijn net als Simeon, joh. We staan aan de vooravond van ongelooflijke mooie dingen. En niet alleen deze gemeente, deze stad, dit land. Nederland, echt waar. Nederland staat echt in verwachting, hoop ik het jij ook uit te zien, naar iets geweldigs moois. En als wij niet oppassen, dat meen ik echt. Als wij niet oppassen als charismatische en pinkstergemeente, gaat de kerk ons voorbij straks. Het is ongelooflijk wat een honger ik in de kerk ontmoet. Het is ongelooflijk. Is gewoon niet te geloven, echt waar. We hebben die Des Moorkoning, die wel zei vorige week. Predikanten zijn zo hongerig, zijn zo verlangend. Weet je, en waarom? Ze voelen op de een of andere manier, we leven een nieuw seizoen. Het is aanstaande. Ja? Er is verwachting bij mensen, heel duidelijk. Dat God zijn beloften gaat vervullen. Nou, we zien het niet altijd nog, hè? Ook in je persoonlijk leven niet. En dat heeft allerlei oorzaken. En de oorzaak kan zijn dat je niet aan de voorwaarden voldoet. Dat kan. Ja, dat zaadje, daar zat dat verhaal wat ik vertelde, daar zat een geweldige belofte in. Er zat een geweldige boom zat daar in dat zaadje. Ja, geweldig, maar het kwam er niet uit. Er moesten wel condities geschapen worden, snap je dat? Hij moest in de grond gestopt worden, in vruchtbare aarde. Er moest water bij komen uiteindelijk, tot het tot ontwikkeling kon komen. Dus als wij niet aan de voorwaarden voldoen,
dan kan uiteindelijk God datgene wat hij heeft gegeven ook niet werkelijk tot vervulling laten komen. Begrijp je dat? Gods liefde voor ons leven is onvoorwaardelijk. Maar Gods belofte, de vervulling van zijn belofte, is voorwaardelijk. Begrijp je dat? Anders zou jij in diepe zonde kunnen leven en Gods belofte voor je leven gaat toch wel door. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Ja. Aan de andere kant is het ook, en daar heb ik het, wil ik de nadruk op leggen, is het ook dat beloften soms afhankelijk zijn van seizoenen. Dus dat ze nog niet uitkomen, omdat God zegt, het is nog niet mijn tijd. Jullie zullen nog even moeten wachten. God werkt namelijk met bestemde tijd. God werkt met seizoenen. Heeft Walfried vorige keer ook gezegd. We komen heel duidelijk, geestelijk gesproken, in de hele wereld, maar ook zeker ook in Nederland, in een nieuw seizoen met elkaar terecht. Ja, nu is het de tijd dat dingen in vervulling zullen gaan, waar we al heel lang met elkaar op gehoopt hebben. Nou, wat moeten we nu doen? Ja, in die tijd dat we die vervulling niet zien, of nog niet zien. Dan moeten we voldoen aan de voorwaarden. En die moeten we net zo lang blijven doen, tot de vervulling daar is. En ik kan je vertellen, als je die voorwaarden, als je daar aan voldoet, dan zul je al een betekenisvol leven leiden, ook als de belofte uiteindelijk niet wordt vervuld. Dat is belangrijk. Weet je, dan kom je ook niet in een kramp. En dan kom je ook niet in de wachtkamer. Dit is zo van, ja, we zitten nu in de wachtkamer. Ik voldoen wel aan de voorwaarden, maar ja, uiteindelijk gaat het om die belofte. Nee, zegt God, als je voldoet aan de voorwaarden, heb je op dat moment al een geweldig, vruchtbaar, betekenisvol leven. En is het leven waard. Is het leven waard. En natuurlijk willen we graag die belofte, die vervulling ook met elkaar meemaken. En ik geloof dat we aan de rand zitten daarvan. Dus dan zien we eruit met elkaar. Maar die voorwaarden, die zijn het leven sowieso al waar. Nou, die zien we in Simeon. We zien vier dingen in Simeon die zo belangrijk zijn. Vier eigenschappen, vier kenmerken. Die nodig zijn om Gods belofte uiteindelijk in vervulling te laten komen. Hij was rechtvaardig, dat is nummer 1. Hij was vroom, nummer 2. Hij was vol van de Heilige Geest, nummer 3. En hij zag met verwachting uit naar het feit dat God zijn belofte zou waarmaken. Vier ongelooflijke belangrijke eigenschappen, die ik kort met je ga behandelen. Ik kan er niet uitgebreide studies over doen, maar ik wil je gewoon een hart onder de riem steken. Even aansporen, even aanmoedigen. Om opnieuw deze vier voorwaarden in je eigen leven toe te passen. En als kerk ook met elkaar te doen, weet je. In afwachting van de vervulling, totale vervulling van Gods belofte in ons leven voor deze kerk, voor dit land. Goed, we gaan kijken met elkaar. Ik begin niet in de volgorde zoals die in de Bijbel staan beschreven, maar ik begin even met vroom zijn, dus de eerste. Nou, vroom zijn heeft in onze kringen eigenlijk niet zo'n hele goede, hoe noem je dat? Goede betekenis. Hè? Vrome mensen denken we, nou, dat weet je weer. Maar vroom is eigenlijk een heel mooi woord. Het is een heel positief woord. Ja, in het Grieks staat daar een woord, eulebos. En dat betekent iemand die, zeg maar, hongert, verlangt naar God. Dat is een vroom iemand. Dat is een heel mooi iets eigenlijk, vrome mensen. Nou, Simeon stond dus bekend als iemand die hongerde en verlangde naar God. En dit spreekt, het is voor straks belangrijk, van de onzichtbare wandel. En dit is ook het fundament, daarom begin ik er ook mee. Want als die onzichtbare wandel met God goed is in je leven, dan komt het wat de rest betreft ook wel goed uiteindelijk. Dus dit is wel essentieel. Dan heb ik hier in de 22 jaar dat ik voor hem ben geweest, heel vaak over gepreekt. En ik ga er weer wat over zeggen. Dat blijf ik doen, tot ik sterf. Want het is een opdracht die God me heeft gegeven. Dat voel ik echt zo. Ja, daar sta ik ook onbekend en daar wil ik graag onbekend blijven staan. Dat iemand die steeds weer daarop terugkomt. Als ik leiders mentor in het land, dan kom ik daar steeds weer op terug. Hoe staat het met je relatie met God? Ik wil mensen scherp houden op een relatie met God. Mijn vraag vandaag aan jou is, hoe staat het met jouw vroomheid? Hoe staat het met jouw honger, met je dorst naar God? Staat God in jouw leven echt op de eerste plaats? Is er een diep verlangen naar God in jouw leven? Een honger die onverzadigbaar is. Dat geloof ik echt dat je dat moet hebben. Dat je nooit tevreden moet zijn over je relatie met God. Dat je net als Paulus moet zijn, ja, die al 33 jaar, 34 jaar met God wandelt. Na zijn bekering. En dan schrijft hij aan de Filippenzen. Maar ik jaag ernaar om God steeds beter te willen leren kennen. Dat blijft een onverzadigbare dorst en honger in je leven. En als je het niet meer hebt, dan moet je ervoor bidden dat God je die honger weer geeft. Charles Finney, een van de grootste opwekkingspredikers van de 19e eeuw, heeft eens gezegd: ik heb veel hoop voor de bruikbaarheid van iemand die, koste wat het kost, dagelijkse gemeenschap met God zoekt. Die ervoor knokt
om de hoogste geestelijke verworvenheden te vinden. Die niet leeft zonder dagelijkse volharding in gebed en wordt bekleed met kracht van omhoog. De Bijbel roept ons op tot soberheid, gericht zijn op hemelse zaken, onophoudelijk gebed en een intieme, onafgebroken wandel met God. Ja, dat is een honger. Ik las van de week opnieuw in Deuteronomium die prachtige tekst over het leven van Mozes. Deuteronomium 34, daar zegt God over Mozes. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. Wauw. Heb jij ook het verlangen dat God het over jou schrijft uiteindelijk in zijn levensboek? Dat hij zegt, ja, nooit meer heeft God een man gezien zoals Walfried, die in zo'n diepe verbondenheid met God wandelde. Wil jij dat ook? Is dat jouw verlangen? Is dat je honger? Dat is de basis. Dat is vroom zijn. Dat kenmerkte Simeon. Simeon was een man die verborgen wandel met God blijkbaar in zijn leven uitoefende. En dan gaat er wat gebeuren. Dan gaan die andere drie ook zichtbaar worden. Ten tweede, dan komt hij aan. Simeon was rechtvaardig. Wat is dat precies, rechtvaardig zijn? Het Griekse woord dikaios betekent zoiets als onschuldig of onberispelijk, maar ook schuldeloos, deugdzaam. Maar ik vond een prachtige definitie in een van de zeg maar, dictionaries van de hoe noem je dat? Nou, stom. Woordenboeken hè, die uitleggen over Griekse betekenissen. Er komt die, een prachtige definitie over rechtvaardig zijn. Dat wordt gebruikt voor hen die in wijze van denken, voelen en doen geheel in overeenstemming wandelen met de wil van God. Dus dit spreekt over de zichtbare kant. Ja. Voor alle duidelijkheid, moeten we even bij zeggen, we worden niet gerechtvaardigd door onze werken, door wat we doen. Ja, dat is belangrijk, we worden gerechtvaardigd door geloof. Maar onze daden, onze werken, zijn wel uiteindelijk een vrucht van onze rechtvaardiging. Weet je het met me eens? Vanuit geloof. Daar komt hij. Jacobus, scherpe tekst hoor. Jacobus 2 vers 14. Wat baat het mijn broeders of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Wow, dat is nogal wat hoor. Hij spreekt hier over werken. Dat woordje komt steeds terug. God verwacht werken van ons. Ja, als je rechtvaardig bent, dan zul je rechtvaardige werken uiteindelijk in je leven laten zien. Daar komt hij. Paulus, ik vraag u dringend. Dringend. Urgentie zit erachter. Ik vraag u dringend te leven zoals past bij mensen die door de Heer geroepen zijn. Hij ziet blijkbaar in hun gedrag dat hij denkt, jongens, jullie zijn lauw geworden. Je vertoont geen radicaal christelijk gedrag meer. Hij zegt, dringend vraag ik jullie om te leven zoals het past bij je roeping. In Efeziërs 5 vers 8 gaat hij er nog op door naar de Efeziërs. Zegt, uw hart dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Heer. En dan komt hij. Dan zegt hij, laat dat dan ook blijken uit uw doen en laten. Kom op, laat het zien, zegt hij. Laat het zien. Laat je licht zien, joh. Toon het door je rechtvaardige daden. En aan Titus schrijft hij over zij die hun vertrouwen op God hebben gesteld, dat die ervoor moeten zorgen vooraan te staan in goede werken. Oh Jan, wat is dit voor een evangelie? Nou, dit is het evangelie. Ja, dit is het evangelie. Dat vanuit het geloof en vanuit verbonden met Jezus, dat jij rechtvaardige werken laat zien. Jezus zegt in de bergrede, lees het maar na, in Matthäus 5 vers 20, dat onze rechtvaardigheid, de rechtvaardigheid van de schriftgeleerde fariseërs moet overtreffen. En dan gebruikt hij een woord wat zegt, het is van een andere orde, zegt hij daar. En dan gaat hij dat uitwerken in de bergrede. Moet je maar eens lezen. Ja, dan zegt hij, ja, de fariseeërs hebben de rechtvaardigheid. Hè. Die zeggen, nou, ogen mogen tand om tand. Hè. En je mag een vrouw niet echt breuken. En hij zegt, maar ik gooi er een dimensie bovenop, joh. Dit is van een hele andere dimensie. Hij zegt, joh, als je alleen maar kijkt naar een vrouw om haar te begeren, hè, dat moet je al niet doen. Dat doen rechtvaardige mensen, zegt hij. Dat is mijn rechtvaardigheid. En hij zegt er niet ogen mogen tand op land. Nee, je moet van je vijanden gaan houden. Jezus brengt een revolutie teweer. Hij zegt, jullie rechtvaardigheid ja, als christenen moet van een totaal andere orde zijn. En het moet opnieuw te zien zijn in je werken.
Als Jezus de in Openbaring die 7 gemeentes binnenstapt, hè, er komt die 7 gemeentes en dan geeft hij een zwakte sterkte analyse, een SWOT analyse doet hij met 7 gemeentes. En bij al die gemeentes, lees maar na, in de eerste verse staat er één klein zinnetje, al die gemeentes, lees maar na. Weet je wat hij zegt? Ik ken uw werken. Dat is waar. Ik ken uw werken. Ik weet wat je doet. Ik zie hoe je gedraagt. En bij 5 van die gemeentes gaat hij vervolgens behoorlijk tekeer. Ja, omdat je zegt, jullie werken zijn niet in overeenstemming met mijn wil. Dat is rechtvaardigheid. Dat is je zichtbare wandel uiteindelijk. Nou, Simeon was rechtvaardig. Simeon deed goede werken. Doen wij dat ook met elkaar. Laten we aan de wereld zien, ja, wat het is om christen uiteindelijk te zijn. En volharden we daarin. Nummer 3. De Heilige Geest rustte op hem. Nou, dat was natuurlijk heel bijzonder. Ik weet niet of je het weet, maar de 400-500 jaar daarvoor, die worden in de theologie, in de hele geschiedenis wel genoemd, het tijdperk van de uitgedoofde Heilige Geest. Er was geen profetie klonker meer. Er was geen openbaring van God. Maar hier wordt over een man geschreven die vol was van de Heilige Geest. Wordt het ook voor jou en mij gezegd? Wordt het voor jou en mij gezegd dat we vol zijn van de Heilige Geest? Wat in jouw leven doe jij allemaal zonder dat je daar de Heilige Geest voor nodig hebt? Ja. Zijn er dingen in je leven waar je echt de Heilige Geest voor nodig hebt? Dat je echt zegt, nou, dat kan ik echt niet alleen, daar heb ik de Heilige Geest voor nodig. Heel veel christenen, ja, die doen heel veel dingen eigenlijk zonder de Heilige Geest. En die merken dan ook niet eens als de Heilige Geest verdwijnt uit hun leven. Want ze doen nooit dingen, zeg maar, vanuit de Heilige Geest. Snap je? Dus die merken niet dat het weggaat. Simpson had er ook geen erg in dat de Heilige Geest uit zijn leven verdween op een bepaald moment. Ja, Simpson, ja, dat is een mooi verhaal hoor. Maar ook wel een triest verhaal natuurlijk. Ik pak het er even bij. Die had niet in de gaten dat de Heilige Geest verdween. En dat komt omdat hij op dat moment niet opereerde, zeg maar, in het werk van de Heilige Geest. Ja, hij was in een stuk zondige gevallen. Hij ging op met Delilah ging hij om, weet je. Hij ging een foute kant ging hij om. En Simpson was een doodgewone man, hè. Simpson was helemaal niet sterk van zichzelf. Ik weet niet of je dat beseft. Ja, hij wordt in kinderbijbels altijd afgebeeld als een soort Arnold Schwarzenegger. Voor de jongeren onder ons, wie heb je tegenwoordig als... Of is hij nog steeds wel bekend, Arnold Schwarzenegger? Kennen jullie Arnold Schwarzenegger nog wel? Ja? Ah. Ja, hij wordt afgebeeld als een soort Arnold Schwarzenegger, maar dat is helemaal niet reëel. Dat is helemaal niet waar. Hij was helemaal geen sterke vent. Hoe weet je dat, Jan? Nou, moet je maar kijken wat Delilah van hem zegt. Weet je wat ze aan hem vraagt? Waarin schuilt eigenlijk jouw geweldige kracht? Moet je maar lezen, staat er echt. Zo van, ze verbaast zich, ze denkt, dat ventje, hoe kan die nou ooit zo sterk zijn? Hij was zo sterk door de kracht van de Heilige Geest in zijn leven. Dat onderscheidde hem uiteindelijk in wat hij deed. Maar goed, dan komt er een moment dat hij opnieuw, hij valt in zonde en dan gaat het mis. Nou, je kent het verhaal. Zodra Simpson in haar schoot in slaap was gevallen, lieten ze een van die Filistijnen binnenkomen. En in dienst bij zijn schoor ze Simon 7 haarvlechten af. Nou, dat haar was een beeld, een uiterlijk beeld van zijn Nazireeën gelofte. En daarom was hij zo bekracht door de Heilige Geest, even tussendoor. Daardoor week zijn kracht en zo maakte zij hem weerloos. De Filistijnen zijn er om je te halen, Simpson, riep ze uit. Simpson werd wakker, wilde opspringen en zich losrukken, net als de vorige keren. En dan staat er, want hij wist niet dat de Heer hem verlaten had. Had er nog niet gemerkt dat de Heer hem verlaten had. Merk jij als de Heilige Geest verdwijnt uit je leven? Of doe je eigenlijk je dingen gewoon zonder de Heilige Geest? Ik heb van Walfried gehoord dat hij een bijzondere ervaring met de Heilige Geest heeft gehad. Vorige 2 weken terug hier. Op zondagavond met Richie. Dat is prachtig. Belangrijk. Ervaring met de Heilige Geest. Wie was er op de Ders Moor conferentie? Is er iemand daar geweest hier? Ja, niet veel mensen. En ik heb Martin Korenstra, die heb ik zo ontzettend zien stuiteren. Echt. Ik bedoel, hij is al natuurlijk al een bewegende, laten we eerlijk zijn. Ik weet niet of u in de dove taal heb je geven ze ook weer soms, zeg maar, bijnamen aan sprekers. Ik weet niet of u dat weet. Dat weten we allemaal niet, maar toevallig heb ik het laatst gehoord. Op de Vrijzijnconferentie. Dus spreken moet je ook over. Wie spreekt er vanavond? Nou, Jan Paul. Nou, dan moet je met symbolen, moet je natuurlijk. Wie is Jan Paul? Hè? Dan leg je uit. En ze hebben voor mij hebben ze het volgende symbool. Ja, de cameramannen zitten al van. Ja. En weet je wat het symbool voor Martin? Als Martin spreekt, wie spreekt er? Nou, ik heb Martin zien stuiteren, dat had ik nooit tevoren.
Vorig jaar werd Martin voor het eerst in zijn leven, zeg maar, gepakt, noem ik het een beetje door de Heilige Geest. En begon hij dus te lachen. Werd hij echt, hè? Had hij voor het eerst, maakte hij dat mee? Nou, ik heb het wel vaker meegemaakt. Maar goed, ik ging mee in zijn zalving. Dus we waren daar, ja, het waren natuurlijk allemaal predikanten. En Hans Maat, de directeur van Evangelisch Werkman, had ons bijgenomen. Zo van, we zaten dus vooraan, hè, als bobo's. En wij moesten Hans helpen om alles een beetje in de gaten te houden. En zijn steun en toeverlaat, Jan en Martin, die lagen op de grond te rollen van het lachen. Maar goed, dat was nog niets vergeleken bij wat Martin nu overkwam. En hij werd gewoon geëlektriseerd, echt waar. Ik stond op het podium, en ik zag het gewoon voor mijn ogen gebeuren. Man, hij schoot alle kanten uit, stuiterde heen en weer. En hij is wel een uur is hij gewoon weg geweest in de Heilige Geest. Prachtig. Maar ik zal u vertellen, als Martin en Walfried vervolgens niet getrouw zijn in een wandel met God, ja, dan zal die geweldige aanraking zal een stukje geschiedenis blijken in hun leven. En het is bij heel veel christenen zo, ook hier. De aanraking van God die leven is geschiedenis geworden, jong. Dat is iets wat je vroeger eens hebt meegemaakt. Maar dat is niet Gods bedoeling. Hallo? Je moet vandaag vol zijn van de Heilige Geest. Het gaat niet om de aanraking van 4 jaar geleden. Oh, die is belangrijk geweest voor dat moment waarin God kwam en je meenam en je liet zien. Maar je zult wel daarin moeten blijven wandelen. En hoe blijf je vol van de Heilige Geest? Ja, door vroom te blijven. Door vroom te blijven. Ja, door te blijven bidden, door in verbondenheid met God te blijven wandelen. Ja, dan blijf je ook uiteindelijk vol van de Heilige Geest. Goed, we gaan naar de laatste toe. Simeon was verwachtingsvol. Lucas 2 vers 25. Uit het boek lees ik hem nu even voor. Hij is mooi. Hij leefde in de stellige verwachting. Hè? Niet zo van, hij leefde in de wat vage, hè, hoop. Zo van, nou. Nee, hij leefde in de stellige verwachting dat Christus spoedig zou komen. En verwachting is ergens positief naar uitzien. Dat is wat anders als wachten in de file. Of wachten voor de kassa van in de supermarkt. Ja. Ik las ergens dat we zo'n 5 jaar van ons leven doorbrengen, zeg maar, wachtende in de file en in de, van ons leven. En achter de kassen van de... Nou, dat soort wachten heb ik er niet over. Ik heb het over verwachtingsvol uitzien naar iets. Ja, en dan ben je dus per definitie een positief mens. En opnieuw, dat kan alleen maar vanuit verbondenheid met God. Als ik mensen hoor die negatief zijn, dan zegt me dat iets over een verborgen wandel met God. Nog een keertje. Als ik mensen zie die niet positief zijn, geldt ook voor mezelf, dan zegt dit iets over je verbondenheid met God. Als je verbonden leeft met God, als het met vroom zijn goed zit, ja, als je dagelijks met God omgaat, dan kan het niet anders of je bent verwachtingsvol en positief. Dat kan niet anders. Kan niet anders. Daarom is vroom zijn zo belangrijk. En vanuit die vroomheid uiteindelijk ben je rechtvaardig. Dat kun je ook niet zelf, die rechtvaardige werk. Je kunt alleen maar vanuit verbondenheid met God. Jij zegt, ik kan niet zonder de Vader. Ik lees bijna elke ochtend Johannes 15. Doe ik bijna elke ochtend. Vier ik avondmaal. En drie, vier keer in de week lees ik Johannes 15 erbij. Heel saai, maar ik lees iedere keer hetzelfde stuk. Ja, over dat wij verbonden moeten zijn als een rank aan de wijnstok. En zeg ik, Heer Jezus, ik kan niet zonder u vandaag. Ik moet verbonden met u zijn uiteindelijk. Ja? Ik kan alleen maar vruchten, werken, voortbrengen vanuit verbondenheid met u. Ik kan alleen maar vol van de Heilige Geest blijven als ik in verbondenheid met God leef. En ik kan alleen maar verwachtingsvol blijven uitzien als ik verbonden ben met God. Ben jij zo'n persoon die op God gericht blijft? Ook midden in de problemen, midden in de stormen. De band mag naar voren komen. In Deuteronomium kun je lezen dat God het volk Israël een geweldige belofte geeft. Ja, een beloofd land. Maar voordat ze in bezit nemen, worden er 12 verspieders uitgezonden. En als die 12 verspieders, ja, uiteindelijk terugkomen, zien we er maar 2 die verwachtingsvol uitzien. 2 mannen. Van Caleb weet ik niet zoveel, maar van Jozef weet ik wel iets. Van Jozef weet ik dat er van hem gezegd wordt dat als Mozes de tent inging, dan ging hij weer weg, maar er staat er. Maar Jozua, zijn dienstknecht, bleef in de tent der samenkomst. Dat zegt mij iets over zijn relatie met God, over zijn verbondenheid met God. En deze Jozua was een ongelooflijke positieve jongen. Zijn denken was vervuld met de mogelijkheden van God. Maar er waren 10 verspieders en de 10 verspieders hun denken, die waren vervuld met problemen. Daar komt hij. Ja, we kwamen in het land waarin gij ons gezonden hebt, zeiden ze tegen Mozes. En ja, het vloeit over van melk en honing.
En dit is een vrucht. Maar, zeggen ze dan. Maar. Maar. Het volk dat in het land woont is sterk. De steden zijn ommuurd. Zeer groot. En ook de kinderen van Enoch zagen we daar. En wat is het resultaat? Ze komen niet in hun bestemming. Ze nemen de belofte van God niet in bezit. Er zitten hier mensen die nog steeds niet wandelen in de vervulling van de belofte die God je heeft gegeven. Waarom? Omdat er in jou een stuk ongeloof uiteindelijk zit. Je hebt geen verwachting meer. En wat gebeurt er met deze 10 verspieders? Dit is heel triest. Ik hoop niet dat het met jou zo afloopt. Heel triest wat hier gebeurt met 10 verspieders. Deze 10 verspieders hadden een bestemming op hun leven. God had beloftes gegeven. En die waren gekoppeld aan hun namen. Namen hebben altijd betekenis in de Bijbel. Als je de namen van deze mannen leest, man, dan begin je te watertanden. Samuel was erbij. Dat betekent beroemd. Dat was zijn belofte van God. Jij zult beroemd worden, Samuel. Safat, rechter. Jozef, iemand die vermeerdert. Palti, Gods bevrijder. Gadiel, Gods gelukkige. Gadi, fortuin. Amiel, mijn volk is sterk. Naftali, worstelaar. Geuel, bevrijder van God. Geweldige beloftes op hun leven. Maar ze zijn niet vervuld. Ze zijn niet vervuld. Waarom? Omdat ze hun blik niet gericht bleven houden op God. Omdat ze lieten meezuigen in een stuk negativiteit. En niet meer verwachtingsvol waren dat God een wonder kon doen. Maar Simeon kwam wel op zijn bestemming. Hij leefde in een tijd waarin Israël gebukt ging onder Romeinse overheersing. Het geestelijk pijl was ongelooflijk laag. Wat was zijn houding? Hij bleef vasthouden aan de belofte van God. Hij bleef vroom leven. Hij bleef rechtvaardig. Hij bleef vol van de Heilige Geest. En hij bleef vasthouden aan de belofte van God. Hij bleef in verwachting dat God uiteindelijk dat zou doen. Hij wandelde in geloven, niet in aanschouwen. Ik lees nog een tekst over je uit. Over Abraham. Hoewel alle hoop vervlogen was, bleef Abraham verwachten. Nog een keertje. Hoewel alle hoop vervlogen was, dat wil zeggen in de natuurlijke omstandigheden, bleef Abraham verwachten dat hij de stamvader van vele volken zou worden. Want God had het gezegd. Wow. God had het gezegd. De Message zegt, hij besefte maar al te goed dat hij op 100-jarige leeftijd te oud was om nog een kind te verwekken. Ja. Maar, en zijn vrouw Sari was ook al veel te oud om nog een kind te krijgen. Toch werd zijn vertrouwen daardoor niet minder. Hij ging niet twijfelen. Integendeel, hij klemde zich vast aan de belofte van God. Zijn vertrouwen bleef sterk en hij gaf God alle eer. Hij was er absoluut van overtuigd dat God kon doen wat hij beloofd had. Ook voor jouw leven. Ik gooi je nog een tekst tegenaan. Ga maar staan. Ik wil dat je het woord van God ontvangt. Paulus zegt in Hebreeën 6, vers 11 en 12. Wij verlangen ernaar dat ieder van u, niemand uitgezonderd, tot het einde toe ijverig zal doorgaan. Zodat het goede waarop u zo geduldig wacht, mag plaatsvinden. En ook dat u de moed niet laat zakken, maar het voorbeeld volgt van de mensen die door geloof en geduld ontvingen wat God had beloofd. Lieve mensen, wij zijn niet verantwoordelijk voor de vervulling van die belofte, dat kan God alleen doen. Maar wij zijn verantwoordelijk dat we de voorwaarden scheppen waarop Gods vervulling uiteindelijk kan plaatsvinden in ons leven. In ons persoonlijk leven, in deze kerk, in deze stad, in dit land. En God is op zoek. Wij leven in een bestemde tijd, jongens. Zo mooi. Weet je, die profetieën, die hangen in de lucht. En God zegt, ik sta klaar om tot vervulling te komen. Het is bestemde tijd. En ik zoek een volk. Ik zoek mannen. Ik zoek vrouwen die inhaken op mij. Die zeggen, Heer, ik leef in deze bestemde tijd. Ik ga staan op de plek waar ik moet staan. En ik ga verwachtingsvol uitzien naar wat u gaat doen. Wil je zo iemand zijn? Wil je zo iemand zijn? Zo belangrijk. Zullen onze handen omhoog uitstrekken? Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Ik ga geen uitnodiging doen, maar ik ga wel voor je bidden.
Heer, dank u voor deze geweldige mooie mensen, Heer. Heer, allemaal mensen die beloftes op hun leven hebben leggen, Heer. Je bent niet zomaar op deze aarde, nee. Je bent hier op aarde omdat God een geweldig mooi plan voor je leven heeft. Er zijn hier mensen, Heer, waar die beloftes zijn geroofd. Heer, waar die beloftes door teleurstelling zijn weggenomen, Heer. Heer, waar geen verwachting meer is, Heer. Maar God zegt vandaag tegen jou, het zaad van mijn belofte is nog steeds daar diep in jouw hart. En Heilige Geest, ik ga u uitnodigen op dit moment, Heer, om in de harten van deze mensen te komen met uw Heilige Geest. En die beloftes, Heer, dat zaad als het ware, weer levend te maken. Weer levend te maken. En ik wil het ook doen op dit moment namens God. Ik spreek leven uit over het zaad wat ooit in jou geplant is. Ik spreek leven uit over de potentie die hier in mensen is gelegd. Maar waar de boos is gekomen, verwachting heeft geroopt, hoofd heeft geroopt, teleurstelling is gekomen. Maar ik blaas daar Gods geest in op dit moment. Ontvang op dit moment opnieuw de hoop en verwachting van God. Dat het zaad in jou zal gaan bloeien. Dat de belofte van God over je leven tot vervulling zal komen. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Ontvang het in Jezus' naam. Heer, dank u wel ook voor deze kerk, Heer. Heer, dank u wel. Ik vind het zo voorrecht, Heer. Dat ik nog steeds mag leven, Heer. Dat ik nog steeds mag leven, Heer. Dank u wel, Heer. En dat ik onderdeel mag zijn, Heer, van deze geweldige mooie kerk, Heer. Dank u wel, Heer. Heer, ook al leid ik deze kerk niet meer, Heer, ik mag nog zo betrokken zijn, Heer. En u heeft zulke geweldige beloftes neergelegd over deze kerk, Heer. Ik heb ze gehoord, Heer. Ik ben erbij geweest, Heer, bij die profetie die werden uitgesproken, Heer. En ik dank u wel dat we nu in een tijd leven, Heer, dat u die beloftes gaat vervullen. En ik bid ook, Heer, dat in de gemeente, dat er een verwachting zal zijn, Heer. Dat er een verwachting zal zijn, Heer. Dat wij Kalebs en Jozua zullen zijn, Heer. Dat we niet zullen zeggen, oh die bergen, oh die tweede samenkomst, oh dit, oh dat. We zullen zeggen, nee, Heer. We gaan uitzien, Heer, naar de vervulling van uw belofte in deze gemeente, Heer. In deze stad, Heer. In dit land, Heer. Want opwekking gaat komen, Heer. De dorre doodsbeenderen zullen weer tot leven komen, Heer. Uw kerk gaat weer schitteren in dit land, Heer. Uw kerk gaat het licht der aarde worden, Heer. Het zout en het zout, Heer. Uw kerk is niet te stoppen, Heer. Uw kerk is niet tegen te houden, Heer. Uw geest gaat komen, Heer. Dank u wel, Heer. Laten we onze handen opheffen. Juich voor hem. Roep hem aan. Roep hem aan. Roep hem aan. Kom aan. Kom aan. We gaan het beleven met elkaar. We staan op de vooravond van iets moois. Van iets geweldigs. We gaan op onze tenen staan. En uitzien net als Simeon met elkaar. Oh, als ik het kindje Jezus alleen maar in mijn handen heb. Dan heb ik al genoeg gezien, Heer. Dank u wel. U gaat het doen, Heer. Oh, sorry dat ik zo opgewonden ben. Neem het maar over. Halleluja. Kom aan.